Nou, daar zit je dan. Daar zit je dan, met je wierook en je kopje thee. En toch gaat alles naar de ratsmatee. Met je jute tassie naar de supermarkt. Je hebt je boodschappen bij elkaar geharkt. En alles, gewoon alles, alles is verpakt in plastic. Maar met je jute tassie ben jij toch echt wel fantastic. Niet? Plastic, 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 wat zijn we toch fantastic. Met een jute tassie vol met plastic zijn wij toch zeker wel de ultimate sarcastic. Ja wat, niet dan? Yep, yep, yep. Plastic blijft en gaat niet meer weg. Plastic is dus echt wel heel erg slecht. En ik zeg je, onze o zo mooie wereld is geen vuilnisbelt. Plastic tassie is verboden, maar alles wordt in plastic aangeboden. En aan een fabrikant wordt niets in de weg gelegd. Maar een consument met een plastic tassie, dat is echt wel slecht. Plastic, 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 wat zijn we toch fantastic. Met een jute tassie vol met plastic zijn wij toch zeker wel de ultimate sarcastic. Dat is Engels voor sarcastisch. Plastic verdwijnt niet zomaar zeg, het gaat namelijk niet meer weg. Hergebruik van plastic is geen 10%. Het probleem wordt dus flink onderkend. Het komt in de zee terecht of in de lucht. Alleen maar vanwege geld en hebzucht. Plastic, 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 wat zijn we toch fantastic. Met een jute tassie vol met plastic zijn wij toch zeker wel de ultimate sarcastic. Maar dat gaat meestal alleen maar om de poen. En dan is het alleen maar doen alsof je verdient. Het gaat alleen maar om de poen. Het is doen alsof je verdient.